Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik voor jullie eens even kijken op het stukje romantische verbindingen. Nu kan het zo zijn dat er dingen naar voren gaan komen als je in een relatie zit, als je single bent, noem maar op. Dus blijf gewoon even gewoon kijken, want ik krijg vaak dingen doorgechanneld wat met alle partijen wel iets met zich meebrengt. Nu is het ook zo dat deze video online komt op het moment als er engelenpoordagen aan gaan komen. En die engelenpoordagen zijn morgen en overmorgen. Dus die energie nemen we daar ook even in mee. Nu is het ook best wel wat intensiteit aan de hand natuurlijk ook. Omdat op dit moment als ik de video opneem, is het de nieuwe maan energie in vissen. Die video zit inmiddels online. Dus ook dat wordt nog een beetje meegenomen tijdens deze video. Maar we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon kijken wat er naar voren mag komen op het stukje liefde. Is het positief, negatief? Ik durf het niet te zeggen. We gaan gewoon kijken. De vissen reading, of in ieder geval de vissen reading, de nieuwe maan reading in vissen, was behoorlijk intens. Dus dat zou ook kunnen betekenen dat dat vandaag ook weer naar voren komt. Of wellicht weer iets anders. Maar we gaan gewoon beginnen. We gaan kijken wat er naar voren mag komen. We hebben this could be the one you've already met this romantic partner you seek. Dus dit geeft eigenlijk aan dat jij deze romantische partner al ontmoet hebt. Dan kan het dus zijn dat je dus al met deze partner bent. Het kan ook zijn dat jij single bent en aan het kijken bent van oké, maar wie is dat dan uit het verleden? Dit hoeft niet pertinent in dit leven te zijn. Het kan ook zijn dat je verbinding hebt gehad in een vorig leven. En dat dit in dit leven weer bij elkaar mag komen om verder te gaan ontdekken wat jullie als samensmelting van energie kunnen gaan creëren. Chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Een beetje dat voelt voor mij ook altijd wel een beetje die vuurenergie. Hè? Vuur is natuurlijk ramleeuw boogschutter energie. Vol passie, een beetje ook het stukje seksualiteit wat daarin meespeelt. Hè? Wat sterk naar voren komt. Er is echt zo'n instant chemistry over jullie heen. Waarbij je er niet heel sterk onderuit kunt. Als alleen maar eigenlijk omarmen en kijken waar het naartoe gaat. We hebben learn. Let love show you how to learn from each other. Dus leer van elkaar. Leer liefde jullie de weg bewandelen. Elkaar leren ontdekken. Elkaar leren spiegelen ook wel, voel ik. Het stukje spiegelen is natuurlijk in een gezonde relatie ook aan de orde. Maar dan wel in het stukje positief spiegelen van oké, kijk, dit ervaar ik nu. Kun je daar wat mee? Of ja, het voelt voor mij dat gewoon heel sereen met elkaar gaat. We hebben vraaghulp. Zet je trots aan de kant en vraaghulp. Dan kom je makkelijker en met succes door deze fase heen. Het stukje connecten. Hè? Het voelt voor mij dat er mensen kunnen zijn die nu op dit moment kijken. Die al best wel in een energie zitten van heel veel dingen alleen altijd moeten doen. Mocht je nou in een relatie zitten of niet, dat maakt eigenlijk niks uit. Maar ik voel van voor dat stukje van oké, heel zelfstandig. Zo kan ik het eigenlijk verwoorden. Heel zelfstandig. En dat je zelf heel veel dingen altijd aanpakt en ook voor elkaar krijgt. Maar dat het ook wel mag dat je anderen om hulp vraagt. En dit betreft misschien een partner, een nieuwe partner of je huidige partner. Ligt er natuurlijk aan of je in een gezonde relatie zit, ja of nee. In een stabiele, gezonde relatie. Ik weet niet of dat mensen dat kunnen neerplaatsen of het kunnen. Ja. Sommigen zitten in een relatie, denken dat het gezond is en is het eigenlijk toxisch. Maar willen ze niet inzien dat het een toxische verbinding is. Dus ik heb het over gezond. In de zin van dat het in balans kan komen. Dat je niet veel moeite hoeft te doen om iets te kunnen creëren. Maar dat het eigenlijk vanzelf wel loopt. Maar het stukje leren vragen om hulp. En dat kan om iets kleins zijn. Hè? Stel dat jij
een vrouw of een man bent en die normaal gesproken zelf wel die hamer in de hand neemt om een schilderij op te hangen of een vloertje leggen of weet ik veel wat jij doet. En de andere partner is dat misschien als beroep of kan dat ook heel goed. Maar dat je zoiets hebt van nee, ik doe het zelf wel. Misschien als je het samen doet, heb je meer en sneller succes en zul je het ook dichter naar elkaar groeien. Kijk, want het heeft ook met een stukje jaloezie te maken. Er zijn altijd mensen die jou het niet gunnen, het geluk niet gunnen. Weet dat dat hun blokkerende energie is en tekortkomingen. Het is nu tijd. Grijp deze kans. Het zou jammer zijn als je deze voorbij laat gaan. Het voelt voor mij dat er dus een iemand zal zijn. Of je nou in een relatie zit of je bent single en je wil heel graag een verbinding ontvangen. Het is in ieder geval wel de tijd dat het ook mag gaan komen. Alleen is er een stukje angst, jaloezie, terugtrekkende energie die dat blokkeert. En dat kan ook te maken hebben met jouw zelfstandigheid, dat je te veel in jouw kracht staat, waarbij jij dus je mannelijke en vrouwelijke energie niet volledig in balans hebt om ook dingen te kunnen ontvangen in een andere vorm. En of jij nou met een man of een vrouw wil connecten, dat maakt helemaal geen bal uit. Het gaat er meer om de balans tussen jullie beiden, de energie dat jij ook iets uit handen kunt geven en dit ook accepteert als het misschien niet helemaal is gedaan zoals jij het graag zou willen. Maar er zijn ook partijen die buiten jullie zijn, die proberen een wicht te creëren. Mocht het dus zo zijn dat jullie elkaar gaan ontmoeten in de komende periode, of dit nu iemand is uit het verleden, of iemand uit een vorig leven, of deze persoon is al in je leven, maar het loopt even niet helemaal zo fijn. Dit komt, ja, ik voel namelijk best wel een intensiteit. Nou kan het zijn dat iemand iets niet helemaal uit durft te spreken. Iemand die met jou misschien wil connecten. En het jou niet gunt om met een ander persoon te connecten als hem of haar. En een soort negatieve stroming van oké, ik kan jou niet hebben, dan mag niemand jou hebben. Dus een beetje zo. Zet daar een spiegel tussen, laat die energie terugkaatsen, ontkoppel je daarvan, bescherm dat stuk. Dan kan dit allemaal opgepakt gaan worden. We pakken eens even deze kaarten erbij. Ik heb hier altijd heel veel tarot decks liggen. En ik voel altijd tijdens de reading in welke ik mag pakken. Ik heb ze wel altijd van tevoren allemaal geclenst. Na elke reading doe ik dat. Daar heb ik en salie voor. Maar ik heb ook zo'n cleansing spray. En protection die ik daarvoor gebruik. Er zit ook onder andere saliedruppels in. Maar ook andere... Ja... Kruiden en dingetjes. We krijgen de 5 van zwaarden en de 7 van staven. Oké. Iemand geeft de strijd dus op. Iemand gaat het niet meer mee. Kan jouw strijd zijn dat je iemand niet meer toelaat in je leven? Stel dat je al heel lang in verbinding staat met iemand. Niet op romantisch vlak of wat dan ook. Maar ooit misschien wel romantisch bent geweest met iemand. En dat je om welke reden dan ook toch nog ergens een energetisch koordje hebt liggen. Deze persoon is misschien al lang verder gegaan en jij bent nog steeds in je singles modus. Nu is het zo dat jij de laatste tijd dingen door aan het breken bent. Waardoor je dus ontkoppeld kunt worden en die verbinding niet meer in stand houdt. Nu kan het zijn dat die persoon dus nog wel elke keer over jouw rug mee probeert te kijken. Maar omdat jij jouw trillingsenergie aan het verhogen bent, zal deze persoon jou niet in gaan halen. Het voelt namelijk als een lagere trillingsenergie, want jaloeziteit is natuurlijk een lagere trillingsenergie. En omdat jij aan het stijgen bent, krijg je hier eigenlijk alleen je voordeel in, haal je hier uit. Het raakt jou niet meer. Je hebt al jouw... Je hebt je moed. Je hebt je...
positieve vibe te pakken. Je weet waar je naartoe kunt gaan. Dus stel dat jij iemand bijna gaat ontmoeten en dit zit er nog tussen. Als dit afgebroken is of ontkoppeld, dan kan het in één keer heel anders gaan verlopen. Dan kan het zomaar zijn dat er in één keer iemand op je pad, in één keer boembad op je, voor je neus staat. Of in één keer iemand contact met jou opneemt. Deze persoon ziet jou echt als de persoon om, ja, eigenlijk als huwelijksmateriaal, om het zo maar even te zeggen. Klinkt heel stom, maar zo voelt het ook. Soms, zelfs in de verbinding met misschien een gezinsdichter of een samengesteld gezin. Samen dingen creëren. De handen ineens slaan om nog, ja, sterker te worden. En hetgeen wat jullie individueel al van, ja, eigenlijk voortzetten van elkaar of met elkaar. Samen, apart. Apart, samen. En dan samen, samen. We hebben de koning van zwaarden. We hebben de 5 van staven en de 4 van munten. Onderkant dek hebben we wel de magier. Dus mocht dit zo zijn, dan is het echt wel nog een beetje... hoe kan ik dat vertellen? Het zal niet even makkelijk zijn, want als jullie, zeg maar, die chemie hebben samen, kan het misschien ook zo zijn dat je zoiets hebt van, oh, misschien is het alleen voor de lust en daar heb ik geen zin in. En het is een persoon waarmee je misschien niet zou verbinden. Waterman, weegschaal, tweeling energie komt hier ook weer naar voren. Maar als we dan gaan kijken op de lange baan, dan is dit wel een persoon waarmee jij, ja, dit kunt gaan creëren. Die veiligheid kunt gaan creëren. Vooral met de 4 van munten is natuurlijk soms, de ene persoon ziet het weer als vastzittende energie. Hè? Een beetje hebzucht, vasthoud aan iets. Maar van de andere kant voel ik het ook van, oké, dit kan jou wel in een bepaalde safety zetten. In een bepaalde veilige bubbel. Maar eraan blijven werken, dat is wel van belang. Ik pak even een ander kaartje bij deze laatste 3 kaarten. Okay. De persoon waarmee jij te maken gaat krijgen, die is zelf door een gigatransformatie heen gegaan. En dit is een verbinding. Onderkant dek krijgen we de 2 van bekers en de 8 van bekers. En ook weer de 7 van staven. Dus de persoon waarmee jij te maken gaat krijgen, ziet jou al eigenlijk als, ja, wat ik zeg, heel hoog. Zet je misschien ook wel een beetje op een voetstuk. Deze persoon wil met jou gaan communiceren, maar durft het nog niet helemaal. Die heeft een bepaalde dualiteit in hem of haar zelf zitten, waardoor die misschien ook blokkeert om dit uit te gaan spreken, terwijl deze persoon ook hard aan zichzelf heeft gewerkt en dus ook manifesteert om deze zielsverbinding te gaan creëren. Maar het is wel zo dat deze persoon, als jullie samenkomen, nog wat op te lossen heeft en wat nog iets los te koppelen heeft. En dat is het stukje samen leren en ook leren hoe je iets kunt doen. Vraag om hulp. Dus dit hoeft niet per se jouw energie te zijn. Het kan ook met de tegenpartij te maken hebben. We krijgen 2 keer de magier. We krijgen 2 keer de 7 van staven. Dus het is wel iets wat jullie van beide partijen aan het manifesteren zijn. En het proberen in de mooiste glorie naar je toe te halen. Ik leg even deze hierbij. Wat mogen we nog weten? Kijk. Het heeft gewoon alleen wat tijd nodig. Tijd en liefde heeft het nodig om dit te laten groeien. Nu is Rome natuurlijk ook niet in één dag gebouwd. Daar is ook heel wat tijd overheen gegaan. En dat is met deze relatie ook. Je moet eraan blijven werken, maar niet in de zin van dat je je eigen helemaal moet veranderen. En je hoort me best wel vaak moeten zeggen, terwijl ik dat woord heel weinig altijd gebruik. Maar het voelt dat er een twist gaat komen, omdat één van jullie heel zelfstandig is.
Dit kan dus zijn omdat je misschien al heel lang single bent, of dat jij een partner hebt, ja, die eigenlijk ja, een beetje afhankelijk van jou is. Dat jij de touwtjes met regelt, hè? Het financiële plaatje. Denk aan verzekeringen, denk aan de boekhouding of boodschappen doen, het eten koken, het huishouden. En dat je partner, ja, minder inbrengt als dat jij doet. Maar we gaan eens even nog verder kijken. Het voelt voor mij dat ik een beetje van de hak op de tak vlieg. Maar dit is gewoon zoals de energie op dit moment is. En dat kan dus ook zijn, hè, dat de energie tussen jullie twee van de hak op de tak gaat. Dat er geen trage energie in zit, maar echt van hup, na hup, na hup, na hup, na hup. En het is juist de bedoeling om je balans daarin te gaan vinden. Kijk, koning van munten. De mogelijkheden zijn er. De stabiliteit is er. Dus de persoon waarmee jij zult gaan kunnen connecten, die heeft aarde in zijn energie. Of vuur. Of beide kan natuurlijk. Ramleeuw, boogschutter of stiermaagd, steenbok. En dit kan natuurlijk in de zonteken zijn, maar dat kan ook in maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop zijn. Of iets in de andere tekens van je geboortehoroscoop. Maar dit is wel een stabiliteit. De persoon die kan wel oprecht zijn. Die weet ook eerlijk de waarheid te vertellen. Die wint er geen doekjes om. Bepaalde succes wat je hebt. Maar ook wel op liefdesvlak is de koning heel... die kan heel veel stabiliteit geven. Echt zo'n monogaam iemand. Als je ergens voor gaat. Ook voor de volle 100% voor gaan. En dan ook... ja. Niet snel opgeven. Kijk, hey, ik krijg hem er weer bij. Een zielsliefde, een boodschap wat duidelijk naar voren komt. Dat we voor een aantal van jullie dus nu echt aan zitten komen. Waarbij het oude losgekoppeld is. En met deze engelenpoordagen dus versterkt kan worden. Spreek eventueel tijdens deze engelendagen ook manifestaties uit. Verhoog dan eerst je trillingsenergie. Dit doe je door middel eerst van goed naar je ademhaling te gaan, op je ademhaling te letten. Sluit je ogen. En door dit een paar keer goed in en uit te ademen, voel je ook dat je vanuit, ja, jouw kern eigenlijk gaat ervaren. En dat je hoofd leeg is. En dan kun je dus elementen uitspreken van... of contact leggen met een zielspartner of wat dan ook. Mocht je in een relatie zitten al met deze persoon, weet dan dat de diepgang die je op dit moment misschien ervaart, ja, wat afgezwakt gaat worden. En dus ook hernieuwde liefde kan gaan komen. Maar het is wel zo dat ik ervaar dat... dat het misschien te snel gaat. Terwijl de paard echt zo'n hoofd omwendt van nee, rustig. In een stabiliteit, niet te snel, gewoon weer iets opbouwen. Innerlijk wil deze persoon misschien sneller. Stel dat je in een gezonde relatie zit en jullie wonen nog niet samen of zijn niet getrouwd of wat dan ook. En deze persoon die heeft zo'n drang van ik wil nou de volgende stap. En kan het misschien een beetje... doordrammen, omdat deze persoon zoveel liefde voelt voor jou, omdat het zo intens is en liever geen dag meer zonder jou is. Dus dat is wel ja, een heel mooi stuk als iemand dat zo ervaart en voelt, maar het kan ook wel beklemmend voelen, benauwd voelen, omdat als jij de persoon bent die dus zo zelfstandig al in het leven staat, dan kan het een beetje, ja, benauwd gaan voelen, een beetje klemerig. En dat is dus waar je dus over dient te praten. En als je erover praat, kun je er ook samen aan gaan werken. Dan zal het conflict in jouzelf ook opgelost worden. En dan kun je die commitment ook aangaan. En dus ook die stabiliteit waarborgen. Met je eigen tijd inplannen. Met gezamenlijke tijd. En dit ook duidelijk aangeven van oké, okay, ik ben iemand eenmaal die ook erg op zijn of haar eigen tijd, ja, ingesteld is. Ik wil heel graag met jou connecten, maar ik heb wel af en toe mijn bubbel nodig.
En de persoon, als dit de juiste persoon is, die snapt dit, die geeft jou de ruimte. Maar dat kan ook vice versa zijn dat de andere dit nodig heeft. Maar goed, we zijn alweer even bezig. Ik sluit bij deze ook de reading af. Mocht dit jouw reading zijn of heb je zoiets van, nou, dit zou wel mijn reading kunnen zijn. Of ik zou dit graag willen ontvangen. Laat dan vooral even een berichtje achter beneden in de berichtenbox. En dan wens ik jullie een hele mooie dag toe. Mooie Engelenpoortdagen en tot de volgende video. Doei doei!